Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik ben, zoals jullie een aantal keer hebben gezien, helemaal in de Christmas spirit. Alle toeters en bellen eruit. En er is tijdens deze kerstperiode zoveel te doen. Maar als je misschien dan net iets anders zoekt, heeft mijn volgende gast een heel leuk concept deze kerstdagen. Ik zit met Chloe Wittenberg en zij heeft de Boho Christmas Fair pop-up georganiseerd. Dus ze gaat me daar alles over vertellen. So, let's do it! What made is a little cute time? Hi Chloe. Hi Elena. How are you? Nervous, maar gezellig, ik ben hier. Ja, we gaan het gewoon rustig even doen. You got this girl, you got this. Boho. What is dat? Ik denk dat als je de meeste van mijn vrienden zou vragen hoe ze mee het best zouden kunnen omschrijven, dat boho een van de dingen is die als eerst naar boven zou komen. Omdat ik een beetje hou van dat rustic, een beetje die hippie vibe. Ja, dat is dus een beetje het karakter erachter. Met boho ongeveer wat je je zou moeten voorstellen. Ja. Okay, so nu hebben we de Boho Christmas pop-up there. Yes. So what is going to happen? Okay, dus van 22 tot en met 24 december organiseer ik, of nou ja, het bedrijf, The Fine Existence by Chloe, in volle ondersteuning van Sus & Soul en Soledas, de Divine Boho Christmas Fair, waarbij we verschillende ondernemers die een beetje craften, lokaal geproduceerde art en ja, stuff. Artsy stuff. Mm-hmm. Ja, die gaan ze dan een beetje aanbieden voor de kerstdagen. That sounds nice, yeah. If you're into that. But before we going to the full event, misschien wil je ook even snel in het kort vertellen wat Divine Existence by Chloe does? Ja, okay. Ik sta voor spirituele hygiëne. En bij Divine Existence by Chloe kunnen de mensen dus terecht voor eigenlijk zo goed als alles dat daarmee te maken heeft. De meeste mensen die het bedrijf reeds kennen, kennen me voor sage en wierook en wierookbranders, kristallen en ja, de bigger picture daaromheen. Yes. You got them covered. Yeah. Okay, girl. Yeah. Nice. Thank you. Okay, back to Christmas. Back to the Boho Divine Christmas pop-up fair, want je hebt me gecorrigeerd. Subtle. I heard it. When is it? 22, vrijdag 22 tot en met zondag 24 december. Mm-hmm. Vrijdag doen we het van 3 tot 9. En zaterdag en zondag van 10 tot 9, als ik het goed heb. Ja, 10 tot 9. Waar is het? Sus & Soul. Sus & Soul. Yes. We hebben bewust voor Sus & Soul gekozen omdat het een prettige omgeving is. We hebben daar wat capaciteit, is al een goede aanloop van de mensen. Ook omdat het weekend is, de toeristen. Dus, en de plek gewoon is ook boho. Ja, dat is natuurlijk wel. I have to agree with you on that. It's very nice. Oké, iemand kijkt nu, en een aantal mensen kijken nu naar je en denken van, oh my god, I want to go. This is, I've been waiting for this my whole life. Moet ik betalen? Because, you know, Christmas time is money spending time. Nope. We hebben geprobeerd om het zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen. Dus entrance is completely free. We zorgen ook voor entertainment, om de mensen ook een beetje in de sfeer te brengen op die dagen. En natuurlijk kan je ook gewoon lekker komen eten en drinken, want zo is op dat op die dagen ook gewoon open. Mm-hmm. Ja. Dus, just come en kom genieten, zeg maar. Ja, dit is hier. We hebben in een nutshell het hele event al gecoverd. Dus je hebt gewoon alles al gezegd. Maar als je misschien nog even specifieker zou kunnen zeggen van wie allemaal nog met daar zou staan of zo. Yes, ik ben super trots met de ondernemers die meedoen. Omdat het echt een, is best een brede variatie. Ik heb mensen die bezig zijn met handgemaakte schoenen en slippers. Mm-hmm. Er worden ook candle workshops gegeven op de plek. We hebben mensen die gaan masseren. Dus als je ter plekke ook nog even wil komen unwinden voor 25 december, alle stress wil weghalen, hebben we iemand die ter plekke masseert. Even nadenken, sowieso ben ik er zelf ook. Mm-hmm. We hebben journals. Er is eigenlijk zoveel. Ja, te veel om op te noemen. Girl, that sounds like a good event to attend to. Ik wil nog meer vragen stellen, maar je hebt eigenlijk alles al opgenomen. Basically is er gewoon
voor iedereen die geïnteresseerd is in de artsy stuff, de spiritual stuff en gewoon Surinaamse creators, creatives wil supporten, is deze fair gewoon ideal voor hun. Misschien nog een vraag, because even though it's free entrance, maar de price range, want als ik toch wat centjes mee moet nemen if I want to surprise myself or my loved ones. Het is een beetje moeilijk om exact alle prijzen aan te geven van de verschillende ondernemers, maar ik denk dat het wel toegankelijk is voor almost everyone. Als je een klein dingetje wil kopen, kom je met 500 SRD, denk ik dat het genoeg moet zijn. Don't hold it against me als het niet genoeg is. I don't know. Ik ben nu even on the top of my head, denk ik het. Maar het moet wel toegankelijk zijn voor zo goed als iedereen. Okay, then we have it covered, girl, het evenement. It's gonna be something else. Ja, het is de eerste keer dat we het doen. Dus worden jullie niet boos op me als er een paar niemand kleine minpuntjes zijn? Nee, dan gaan ze naar mij. Niemand gaat boos op je worden. Mm-mm. Niet hier. I will not tolerate any slander. Maar we zijn er heel erg enthousiast over. En we hopen dat iedereen gewoon... They give us a chance. Yeah. Gewoon doen, meid. You got this. Yes. En nu we ook hier zitten, even though you don't like the glitz and glamour of Christmas and everything. Maar ik denk wel dat je een mooie kerstwens voor de mensen hebt die kijken voor gaan afsluiten. Ja. I'd love to hear it. Uiteraard. Mijn grootste motto voor kerst is eigenlijk, it's not the gift of giving, but it's the gift of loving. Dus als we gewoon lief zijn voor elkaar. En eigenlijk niet alleen met kerst, but we do like to emphasize it on Christmas. Maar dat we gewoon lief zijn voor elkaar, een helpende hand uitsteken waar nodig en gewoon embrace the highest vibration there is en dat is liefde. That's it. That's it. That's it. Girl, thank you for coming. Thank you heel for having veel succes me. Met je, met het evenement. Thank you. You got this. Thank you. Ik wilde doorgaan, my girl. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Chloe Wittenberg bij ons in de studio en ze heeft op 22 tot en met 24 december de Boho Divine Christmas Pop-Up Fair. En dat wordt gehouden bij Sus & Soul. Op de vrijdag, de eerste dag begint het om 3 uur. En de andere dagen start het om 10 uur tot en met 9 uur. Als jij houdt van de artsy stuff, de creators van Suriname, de creators van Suriname wil supporten. Want die zullen daar zijn om al hun kunsten te laten tonen. Als jij geïnteresseerd bent to get a spiritual cleanse or informatie daarover. Of gewoon lekker gemasseerd te worden. Of gewoon een mooie dag te hebben. Op een van die dagen, kom dan op 22 tot en met 24 december naar de Christmas Boho Divine Pop-Up Fair. Ik heb het helemaal goed gezegd, een beetje in the war, but y'all get it. Dus bij Sus & Soul, go and enjoy yourself. And remember, your time plus my time is Q time and a very Merry Christmas. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.